Zo gezegd voor Feyenoord dus de zesde wedstrijd in de competitie en zo ook voor Willem II. Alle wedstrijden worden vandaag tegelijkertijd om 14:30 gespeeld. Feyenoord ging vorige keer helaas onderuit in Nijmegen tegen NEC met 2-1. Daarvoor werd er gewonnen met 3-0 van Utrecht. Uit bij Heerenveen met 0-5 gewonnen. Thuis gelijk tegen Vitesse met 0-0. En de wedstrijd met 1-2 winst op AZ was de opening van dit seizoen. Hendricks met een lange bal naar Somerville. Gaat hij de actie aan? Griezmann van Somerville gaat over de knieën. Dit moet een penalty worden en dat wordt het dan ook. Scheidsrechter Steve Jansen wijst naar de stip. Wordt het Conner van den Berg of Ashraf El Bouchetaoui? Goal! 1-0 voor Feyenoord onder 19 tegen Willem II onder 19. Vrijtrap El Bouchetaoui wordt kort genomen op Azarkan. Die gaat schieten in de handen van Conner van den Berg. Somerville, Smeulers. Komt het balletje naar Kokciu. Rodney Huigen gaat voor het schot en die bal die gaat erin. Jawel, jawel. Rodney Huigen met een schot uit de tweede lijn. Uit het niets. Er gebeurde helemaal niets deze tweede helft. Maar ineens is daar Rodney Huigen die bal vanaf een metertje of 20 over keeper Conner van den Berg lepelt. En het is 2-0 op slag van rust voor Feyenoord tegen Willem II. Ashraf El Bouchetaoui. Goeie bal op Azarkan. Azarkan. Schiet de bal voorlangs, eventjes die scherpe bal op hem. Niemand kwam daarna bij de tweede paal, maar een gevaarlijk momentje voor Feyenoord. In de 54e minuut nog altijd 2-0 op Varkenoord. En de corner richting Lucio Geertruiden en die knikt die bal linksonder in de hoek. Doelpuntenmachine van Feyenoord onder 19, Lucio Geertruiden met het hoofd. Gevaarlijke voorzet, een mislukte omhaal is hier misschien Griezmann Somerville. En het was eventjes een omhaal van Cheikh Touré. En nu dan alsnog die goal, maar die wordt afgekeurd. De vlag, oh nee, ik dacht even hij wordt afgekeurd, maar alsnog de goal. De scheids overroelt hier zijn arbiter. Scheidsrechter Steve Jansen overroelt Bram Witsiers. Banis, Banis gaat de 16 in, Banis. Wordt neergelegd en de scheids, ja hij wijst naar de stip. Het is een strafschop voor Feyenoord. Hij is dit keer wel sneller gegeven dan anders. Even wachten op het appel. Nou van Banis, 5-0 voor Feyenoord onder 19 tegen Willem II onder 19. Nou van Banis. Vrij trap van Boskuurt. Kan niet gevaarlijk worden. Leek toch nog wel gevaarlijk te worden. En, oh, wat heb ik gezegd, een doelpunt van Willem II. Ik dacht, die bal wordt makkelijk gevangen door Jordi van Leeuwen. Maar hij glipte uit zijn handen en in de rebound is het dan toch Willem II die de 5-1 scoorde. Actie van Yates, die bal, wow, hij zelden richting de kruising. Vanaf dit perspectief leek dat zo, maar die bal gaat rakelijk langs de paal. Invaller. Ravi Yates die de bal dus met links langs de paal schiet. Ja, goed onderschept daar. Nu is Griezmann van Somerville aan de bal. Splinter de mooie. Banis. Banis gaat de 16 in. Glijdt ook uit. Het is hier Splinter de mooie. Met de 6-0. Splinter de mooie. De man die dus in augustus een contract tekende bij Feyenoord. Tot medio 2021. Krijgt die bal alsnog terug na een behoorlijke glijpartij daar. Wat vaak gebeurt in de tweede helft. Splinter de Mooi met die ontzettend mooie naam. Ook te zien in die talentenportretten bij Feyenoord. Waarbij hij ons meenam richting HVV Den Haag. Alvorens hij ging tekenen. En dan vindt scheidsrechter Steve Jans het genoeg. 6-1 is wat de geschiedenisboek ingaat. Feyenoord wint hier van Willem II onder 19. De eerstvolgende wedstrijd van Feyenoord onder 19 is dus 20 oktober uit tegen Groningen. En dat heeft te maken met die interlandbreek die ertussen zit. Dirk, het lijkt me dat je hier met een heel tevreden gevoel staat. Ja, na de teleurstelling van vorige week. Vandaag heel erg tevreden met de reactie van het team. We hebben goed getraind de afgelopen week. Dat hebben we vertaald naar de wedstrijd van vandaag.
En eigenlijk waar we vorige week in de eerste minuten de wedstrijd verloren, hebben we vandaag gewoon gewonnen. En achteraf denk je van 6-1, makkelijke wedstrijd. Maar dat kan je altijd pas achteraf zeggen. En daar hebben de jongens zelf voor gezorgd door heel veel positieve energie aan deze wedstrijd te beginnen. En vanaf het begin hebben we duidelijk gemaakt aan de tegenstander, hier valt vandaag niks te halen. We zijn goed begonnen aan de wedstrijd. Eigenlijk de eerste kans meteen een doelpunt, waardoor we lekker in de wedstrijd zitten. Willem II eigenlijk geen kans geven en uitlopen naar 5-0 uiteindelijk. Krijg je nog een tegendoelpunt, dat is dan wel jammer. Maar daarna pakken we het weer op, maken het nog 6-1 en dat is een mooie uitslag. En zelf maak je ook een heel lekker doelpunt? Ja, zeker. Ging er mooi in. Dat was lang geleden, dus ik ben er blij mee. Ik zei net tegen de jongens, het enige wat we onszelf of jullie jezelf kunnen verwijten is dat we geen dubbele cijfers gehaald hebben. En tegen een ploeg als Willem II, wat echt geen verkeerde ploeg is, is dat toch heel knap. En het was ook mooi dat we daardoor jongens die normaal gewoon altijd alles spelen wat meer rust hebben kunnen geven. Gaan veel jongens ook naar de nationale teams toe. En het seizoen is nog lang, dus het is mooi dat we het met het team goed hebben kunnen afmaken. En dat de jongens die invielen ook belangrijk hebben kunnen zijn. En sommigen zelfs met een doelpunt. Volgende week is interlandperiode, dus sommige jongens zijn weg. Er staat geen wedstrijd op het programma. Dus hard blijven trainen en dan over 2 weken weer een wedstrijd. Veel jongens gaan op pad. Die komen uit voor de vertegenwoordigende elftallen. En dat is een compliment naar hunzelf en denk ik naar de Feyenoord Academy.